Welkom bij weer een nieuwe aflevering van In 5 Minuten Noord. Vandaag met Ron Vissers. Hij is teamchef bij de politie in Tilburg-Noord. Hey, wat vind jij eigenlijk van het imago van Tilburg-Noord? Ik denk dat je refereert dat Tilburg-Noord soms te boek staat als een slechte wijk of met een slecht imago. Ik kijk daar persoonlijk heel anders tegenaan. Ik vind het een hele mooie en uitdagende wijk met heel veel diversiteit. En ik zie daarin ook heel veel mooie dingen. Ik herken natuurlijk wel bepaalde kanten van het slechte imago. Mm-hmm. En wat zijn die kanten? Nou goed, sinds de afgelopen tientallen jaren zie je gewoon een verhoogde mate van criminaliteit in Tilburg-Noord, in en rondom Tilburg-Noord. En ik denk dat dat bijdraagt aan dat negatieve imago. De andere kant is dat ik ook heel veel mooie dingen zie in deze mooie en diverse wijk. Ja, en wat zijn dan voorbeelden van mooie dingen? Nou goed, je ziet heel veel culturen, heel veel gemeenschappen die gezamenlijk optrekken. Heel veel met hun eigen gebruiken, hun eigen manieren. En als je daarvoor open staat, dan zie je daarin dus ook heel veel mooie dingen. Ja, ik heb best wel veel mensen gesproken uit Tilburg-Noord zelf. En die zeggen dat het heel erg saamhorig is en heel erg dat iedereen elkaar helpt. Iedereen staat voor elkaar klaar. Zie je dat ook terug in die mooie dingen? Denk je dat ze dan daarover hebben? Jazeker. Nou goed, dat zien wij ook. En in verbinding met de jeugd en met de gemeenschap zien wij ook dat ze veel voor elkaar over hebben. Dat er hele mooie subgroepen zijn. Dus daar ben ik het wel mee eens. Ik zie natuurlijk vanuit mijn vakgebied ook de andere kant af en toe. Hè, dus ik wil het daarmee ook niet automatisch romantiseren. Ja, denk je dat de inwoners uit Tilburg-Noord zelf misschien de wijk iets mooier neerzetten dan dat het is? Dat zou kunnen. Maar goed, als zij het in ieder geval zo ervaren is, vind ik dat al een heel positief punt. Als zij het in ieder geval goed naar hun zin hebben in hun wijk en met de mensen om zich heen en er fijn wonen, nou dan is dat al heel positief dus. Dus dan is dat echt hun gevoel, zeg maar? Hoe ze echt voelen over de wijk? Gevoel en misschien soms ook wel realiteit. Hè? Het is niet zo dat het hier de hele dag van alles gebeurt. Hè? Het is gewoon een hartstikke vreedzame wijk. Alleen in sommige gevallen gebeuren wel eens dingen waar dan de politie bij moet komen. En soms ook wat meer dan in andere wijken. Maar dat wil niet zeggen dat je slecht woont in Tilburg-Noord of het slecht naar je zin hebt. Ik denk dat het maar net is wat je gewend bent en wat je prettig vindt. Net als Omroep Tilburg is natuurlijk ook de politie een partner van het project Forward. Wat is precies jullie aandeel? Wat gaan jullie doen in het project? Nou, wij zijn niet een van de kernpartners, hè, maar wij doen wel uiteraard wel mee aan dit mooie project. Voor ons is het heel erg belangrijk om verbinding te krijgen, met name met jongeren. Want Forward is vooral gericht op jongeren. Dat kan op allerlei manieren en dat doen we ook op verschillende manieren. Maar Forward is een mooi project met mooie activiteiten waarbij de politie zelf activiteiten kan organiseren, maar ook af en toe eens aan kan sluiten of een activiteit bij kan wonen of in ieder geval in contact kan komen met de jongeren. Maar het geeft ook de mogelijkheid om in gesprek met jongeren ze erop te wijzen dat er mooie activiteiten georganiseerd worden. Waarmee ze dus zichzelf kunnen ontplooien, aan hun eigen identiteitsvorming kunnen werken, hun talenten kunnen ontdekken. Dus ja, ik vind het een heel mooi project. Die gesprekken met jongeren tussen jullie en ja, tussen de politie, wordt dat nu nog niet genoeg gedaan? Nou, dat gebeurt nu natuurlijk ook al volop. En wij zijn niet de enige. Denk aan bijvoorbeeld Renewed. En die hebben ook veel gesprekken met jongeren. Wij hebben op ons team ook verschillende jeugdagenten rondlopen. Hè. Dus die hebben echt specifiek, zetten we die in op het thema jeugd. Juist om in gesprek te zijn met die jongeren en om te kijken van, hey, hoe loopt het, hoe gaat het in de wijk, hoe gaat het soms thuis? Dat ligt er maar net aan, hè? Iedere situatie is anders. Maar we zijn al volop in gesprek met de jongeren uiteraard. En dit kan nog een extra zetje geven aan die verbinding creëren. Ja, dan ben ik dan toch heel benieuwd. Werken die gesprekken een beetje? Ja, dat is van situatie tot situatie verschillend natuurlijk. Maar in verbinding en in gesprek met elkaar kom je erachter waarom dingen wel of niet goed gaan. Hè? Dus soms komen we tot de conclusie dat alles goed gaat of dat we eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Maar er zijn ook gevallen dat we zien dat het op school niet goed gaat of privé niet goed gaat of een combinatie van die factoren. En dan kunnen we als politie soms net wat makkelijker binnenkomen of een gesprekje hebben. En dan kunnen wij naast repressief optreden, hè, want we worden vaak natuurlijk ingezet voor strafbare feiten, maar juist ook aan die preventieve kant komen en
dit signaleren en onze ketenpartners daarbij betrekken om te kijken van, hey, waar heeft dat gezin of die jongeren of die school wellicht hulp bij nodig die wij of een andere partner van ons kan bieden. Dus dat werkt zeker, alleen werkt het genoeg. Ja, wij zouden graag nog veel meer doen uiteraard, maar ja, wij zitten natuurlijk ook maar met een beperkte inzetbaarheid van ons als politie. Ja, dus als ik het goed een beetje begrijp, dan zie je het project Forward eigenlijk wel zitten. Dan ziet u wel een soort van dat het wel gaat werken. Nou, dat is het idee dat het gaat werken natuurlijk. Of dat zo is, moeten we gaat later blijken natuurlijk. Ik heb daar wel vertrouwen in en ik zie in ieder geval heel veel enthousiasme van alle partners rondom dit project. En dat doet mij in ieder geval goed om te zien dat er een aantal partijen zich zo in willen zetten voor Tilburg Noord. En ja, dan kan het bijna niet anders dan dat daar iets goeds uit voortkomt. Oké, heel, heel erg mooi om te horen. Ja, we gaan er een eind aan breien. Ik vind het leuk om met je gesproken te hebben. De 5 minuten zijn weer om. En het is toch wel goed om te horen dat natuurlijk ook van de politie een beetje die daar buiten staan en die natuurlijk heel erg veel involved zijn in de wijk, nog wat andere verhalen te horen over de wijk zelf. Dus niet alleen rozengeuren, maar maneschijn, maar toch ook een echt een representatief beeld neerzetten. En u wordt ook heel erg bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer, dus tot morgen. We'll be right back.